mensen, top dat jullie bekijken. We zijn bezig om onze tank op te knappen, hier zo. En vandaag gaan we verder met het demonteren van de rupsbanden. Ja, en dat wordt nog niet zo makkelijk, want die zitten echt kei vast. Dat heeft iedereen wel gezien. Toen we hem hier van de oplegger gingen trekken, daar knarste aan alle kanten. Ja. Ja, we hebben ook al wel hier iets gezien. Daar. Er zijn gewoon een aantal van die pennen zijn gewoon gebroken. Gewoon omdat ze echt niet wilden draaien. Die zijn zo knak. Gewoon kapot. Dus ik denk niet dat die er makkelijk uitgaan. Maar hoe zit dat nou precies met zo'n rupsband? Nou ja, kijk hier. Dit is eigenlijk het enige wiel wat aangedreven wordt. Dit tandwiel. Kijk, die grijpt hier in die schakels van die rupsband. En die laten hem eigenlijk als een ketting gewoon ronddraaien. Als we dan verder naar voren toe lopen, dan zien we hier een aantal van die grote wielen. Dat zijn eigenlijk de straatwielen. Daar staat hij op. Die wielen zijn geveerd. De voorste wieltje, dat is een spanwiel. Daar zit een mechanisme in en dan kan je hem zeg maar naar voren en naar achter laten bewegen. En dan kun je zo die rupsband dus op spanning zetten. Nou, die rupsband zelf, ja, die wil dus niet meer goed draaien. En dat komt, kijk, daar zijn allemaal schakels. En hier zit een pen doorheen, er zitten overal pennen. En dit moet eigenlijk scharnieren. Maar ja, die pennen die zitten gewoon kei vast. Ja, er zijn er gewoon verschillende gebroken. En ja, wat je hier ook ziet, hier ligt die echt als een harmonica in elkaar gefrommeld hier zo. Normaal gesproken moet die rupsband dus lekker losjes hier bovenop deze rollen liggen. Maar ja, dat doet hij niet meer. Dus we hebben nog een uitdaging om dat ding uit elkaar te krijgen, denk ik. Laten we maar eens beginnen met de spanning er zoveel mogelijk af te halen. Ja, hier met deze bout die je daar ziet, die kunnen we loszetten, die grote moer. En dan kunnen we aan die boutkop draaien. Er zit een wormoverbrenging en die laat hier een soort van arm laat die bewegen. En daarmee kunnen we de spanning eraf stellen. Maar de borging is losgedraaid. Ja, we hebben deze sleutel erbij gehad om te stellen. Dat wordt hem niet meer. Past niet. We hebben een grotere sleutel nodig. Die gaan we even zelf maken. Dat is toch niet sterk genoeg. Zo. Ja hoor. Haha! Big ass motherfucker sleutel. En hij doet het gewoon. Hij gaat hangen hier zo. Hij gaat omlaag. Ja, hier ligt hij al op de wielen hoor. Nou, er is in ieder geval een boel spanning vanaf. Kijk hier dan. Ja, we kunnen het verder losstellen, maar dat doet eigenlijk niks meer. Want kijk hier joh. Hij ligt hier al helemaal niet meer tegenaan. Dus ja, ik denk dat nou zaak is dat we zo'n pen proberen eruit te halen ergens. Oké. Ja, die moet het gaan doen. Ja, nou vooral met die WD-40 erop. Dat kan niet anders dan dat hij het gaat doen. Hij is nog niet los. We gaan even met de vuursleutel proberen. Nou, hij zit aan één kant zit hij nog vast. En één rupschakel. De uitdrijver is versleten. Ja, dit is natuurlijk ook niet sterk, hè? Zo puur staafje. Wow. Sterke uitdrijfpennen. Nou, er komt geen beweging in hoor. Ja, die pin heeft er geen zin in. Nee, dat gaat zo niet lukken, denk ik. Met slaan niet, maar ik denk dat we iets moeten hebben om te persen. Oh, wacht eens even. We hebben nog een persframe. Kijk, hier. Dit nooit eerder heb je gezien, joh. Dit is gewoon een officieel rupsbanden uit elkaar persframe. Dit is wel de methode, alleen ons persframe is een beetje te licht. Ik denk dat wij een serieuzere pers nodig hebben. Ik denk dat ze die bij Holmatro wel een hebben. Laten we daar naartoe gaan. Goedemorgen. Kijk eens aan. Hey, mooie spulletjes. Schattig hè. Met zijn kleine broertje. Goedemorgen.
Goedemorgen, jongen. Hoe is het nou? Ja, goed. Hoe is het met jou? Goed, jongen. Lekker. Zo. Je hebt spullen nodig voor je tankje. Ja, zo is het. We hebben een probleem. Ja. Scharnierpennen die je niet uit wilde. Mooi. Hebben wij wel wat voor? Dat dacht ik. Ik heb voor jou een 50 ton cilinder. En een pompje en een slangetje. En als dat niet meer lukt, dan kun je de tank weggooien, denk ik. Ai. Ja. Hey, kom, laten we kijken. Dit wordt persen. 50 Op. Ton. Zo. Bam. Daar kan zelfs die tank niet tegenop. Die kan gewoon heel die tank optillen, hè? Heftig, hè? Als we hem in het midden zetten, zo precies uitbalanceren. Goed, man. Hey, succes. Top, dankjewel. Yo. Hoi. 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 Wow. 50 ton. Wow. Kijk eens, joh. Kunnen we zien wat we doen? Precies de vorm van de rupsband. Hier komt de vijzel tegen te staan. Hier komt de rupsband op te liggen. En door dit gat, daarna gaat de pen naar buiten. Hopen we dan natuurlijk, hè? We hebben nu 100 bar. Hoeveel kilo is dat? Dat is 7 ton. Ik zeg meer. 50. Ik vind het nou wel een beetje spannend worden, zeg maar. Want als daar dadelijk een onderdeel afbreekt of uitspringt, dan staan we hier niet echt veilig. Dus ik denk dat we ergens een plek moeten vinden waar we veiliger zitten. Dus toevallig hebben we hier een tank. Die is volgens mij gepanzerd. Dus laten we daarin gaan zitten. Zo. Zo. Nou. Ik hoor wat. Hij bouwt ook niet meer druk op, dus iets beweegt er. Nou bouwt hij weer druk op. 300 bar. Ik kan de druk elke keer laten zakken tot 100 bar en nou even kijken wat hij gedaan heeft. Ja, ons pennetje gaat krom, dus ik denk dat we gewoon een stukje van het pennetje af moeten halen. En dan toch meer kracht erop zetten nog. Een korter pinnetje en nou druk erop. 150. 360. 25 ton. Maar ja, we hebben natuurlijk niet voor niks een 50 ton vijzel. Hey. Hey. Ik hoorde iets. Dat kan goed zijn. Dat zou wel kunnen. Even kijken. Meer. Hij heeft iets gedaan, hè? Hey, ik hoor iets. Meer geluidje. Druk zakt. De druk zakt snel weg. Er is nu echt of iets gigantisch kapot. Ja. Er is in ieder geval iets gebeurd. Ik ga de druk gewoon laten zakken tot 100 bar. Dan is het veilig. Dan valt de boel niet uit elkaar. Even kijken wat er is gaan bewegen. Want we konden op een gegeven moment pompen en de druk die steeg niet meer. Dus ja, dat is wel een teken dat er iets aan het bewegen is. Maar wat er allemaal aan het bewegen was, in ieder geval niet de scharnierpin, want die zit echt nog precies waar die zat. Nou, wat we wel kunnen zien is dat ons stukje as is behoorlijk gestuikt. En ook ons mooie dikwandige geleiderbuis is ook hier helemaal uitgelubberd. En dat komt omdat die scheef belast is. En dat komt dan weer omdat dit hier gewoon krom gegaan is ook. Oei. Even kijken. Het lijkt wel een stukje kauwgom. Dat was hij. Dat was die knal die wij hoorden. Waarvan we eigenlijk hadden gehoopt dat het een scharnierpen was. Maar niet dus. Ja, we hebben nu dan 400 bar. Even uitrekenen. 28 ton. 28,5 ton stond erop. Bijna 30, hè?
Maar ja, we hebben wel een vijzel van 50. Ja, ik denk dat wij een nog zwaarder frame moeten bouwen. Het nog een keer proberen. Extra degelijke rib. Voor een stuk massief. Hier heb ik een nieuwe uitdrijfpin. En die gaan we even harden. Dus ik ga hem heet stoken en dan afschrikken. En dan is hij wel harder. En dan hoop ik dat hij dadelijk niet als een afgekloven kauwgom eruit ziet. Ja. Ja, als het goed is, zijn ze nou gehard. Kijk, als je de staal gaat verhitten, dan op een gegeven moment gaan die kristallen, die gaan zich hergroeperen. En die komen eigenlijk los uit de kristalrooster. En als je het dan rustig laat afkoelen, dan krijgen ze de tijd om zichzelf weer netjes allemaal op een plek te zetten. En dan is je materiaal niet gehard. Als je het nou verhit, dat die kristallen dus loskomen uit het kristalrooster, en je schrikt het dan in één keer af in koud water of olie, ja, dan hebben die kristallen niet de tijd om zichzelf weer terug op hun plek te zetten. Dan krijg je heel veel spanning in het materiaal. En dan maakt het hard. Dus als het goed is, is deze nou een stuk harder dan dat die was. Normaal gesproken zou je nou nog eigenlijk een beetje moeten ontlaten. Dan ga je het weer iets opwarmen, zodat die kristallen weer enigszins op hun plek komen. Gaan we allemaal niet doen. We willen gewoon dat het knijterhard is. Hij is klaar! Moet je kijken! Onze Super Rupsband Perser XXL 2000! Bam! Zo, vlogger move erbij. Ah, deze is echt sterk. Moet je kijken. Dit, hè? Gewoon massief. Dat is echt gewoon extra lomp. Deze extra zware H-balk. Dan nog hier extra ribben erin gelast van het bulprofiel. Oh. En hier ook. Die was al sterk genoeg. Maar nou is hij nog sterker. En nou gaan die pinnen er zo uit vliegen. Bam! Gaat ie! -360, 25 ton. 500 bar. Bijna 35 ton wat erop staat te drukken nou. Daar gebeurde iets. Maar dat klonk meer als een frame. Moeten we kijken? Beetje hetzelfde probleem als met de vorige pen, alleen nou wel bij iets meer kracht. Ja, ons persframe is in ieder geval sterk genoeg. Alleen onze uitdrijfpen is niet hard genoeg. Dan zouden we natuurlijk nog een hardere pin kunnen gaan zoeken. Maar ja, we hebben al behoorlijk wat kracht erop gezet. Maar we hebben ondertussen wel iets anders ontdekt. We hebben natuurlijk deze band al helemaal ingespreid met WD-40. En kijk wat wij hebben gevonden. Geloof het of niet, maar deze pin, die zit gewoon los. Maar ja, nou hebben we weer een ander probleem. Die pin moet naar die kant eruit. Dan kunnen we de kop eraf slijpen. Maar ja, we hebben al een heleboel kapotte pinnen. Dus we willen hem eigenlijk wel proberen te sparen. Maar om hem eruit te halen, hier zit zeg maar een tank in de weg. Dus we gaan hem opkrikken. En dan gaan we kijken dat we die rustband kunnen verdraaien. Zodat deze pin daarvoor uitkomt. Of achter. Afhankelijk van welke kant hij makkelijkst opdraait. En dan gaan we die pin eruit halen. En gaan we die rustband eraf halen. Zo, traf jij. Hopen we. Laten we proberen. Oké. Hier, nagerupsband. Who's your daddy now?
hij doet het al. Haha, kijk eens. Nou, wij toch zo goed bezig waren, hebben we die andere kant ook nog maar even eraf gehaald. Hè? Even. Dus. Beulen, deze kant was nog erger dan die kant. We hebben het ding eigenlijk helemaal kaal. We moeten spatborden gaan maken. Het ding zand stralen. Spuiten. Shh. En heb jij nou toevallig een stralerij? En kan jij deze tank voor ons stralen en menien? Laat het even weten. Want dan brengen wij dat ding naar jou toe. En dan hopen wij dat wij weer netjes in de verf terugkrijgen. Zo, dat zou eens een goede deal zijn. Kunnen we weer verder. Mooi man. Hey, maar dat gaan we volgende keer doen. Hoop ik. Tenminste. Daar gaan we allemaal de komende tijd mee verder. Dus ik zou zeggen, abonneer even. Want dan blijf je op de hoogte. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.